Ik was niet thuis die ochtend, de 16e mei 1944. Ik was bij mijn tante. In heel Nederland moesten alle Sinti en Roma gedeporteerd worden. Ondertussen waren mijn ouders in de trein gezet. Men besloot ons naar een station te brengen, waar wij dus bijgevoegd zouden worden bij het transport naar Auschwitz. We waren daar gebracht door 3 politieagenten, waarvan 1 agent heel aardig voor ons was. En wij stonden daar op dat perron in afwachting van die trein en daar kwam die trein. En ik zag onmiddellijk waar mijn familie zat. Mijn zusje had een heel mooi blauw jasje en mijn vader of mijn moeder, die hadden dat blauwe jasje voor die roosters van die beestenwagon gehangen. Zodat ik onmiddellijk zag waar ze zaten. En wij moesten dus ook mee met dat transport. Die ene agent die zei tegen ons, als ik mijn pet afneem, dan moeten jullie rennen. Rennen voor je leven. En ik zag mijn vader achter die tralies van die beestenwagon. Die ene agent lift zijn pet op. Aan de andere kant van het perron is een normale personentrein aangekomen. In al die commotie is het ons gelukt om in die personentrein te springen. Op datzelfde moment ging de trein naar Auschwitz rijden. En mijn vader schreeuwde uit die wagon naar mijn tante. Moesle, moesle, pas goed op mijn jongen. En toen gingen ze weg. En dat is het laatste wat ik van mijn vader, moeder en mijn zusjes en mijn broertje gezien heb. Zo'n declaratie van die mensenrechten dat erkent dat mij en met mij zoveel zo'n groot onrecht is aangedaan. Onvervreemdbare rechten staan daarin als een soort handleiding voor het leven.